Mike en Jannik, jullie moeten wel een beetje op de bal letten. Niet op elkaar, hè? Thank you.
heb ik. Met Frank Schouten eigenlijk de enige dertiger in de ploeg. Het is matchpoint. Wat een stunt. Als je weet dat Dynamo met die andere ploeg uit Apeldoorn een alterno strijdt om de titel. Maar hier is het gebeurd. Sudoza wint met 3-2. We beginnen niet goed. We komen zelfs op een gegeven moment 22-19 achter. Is een verschil wat meestal niet meer te overbruggen is. Maar toen kwam Mike erin en het pakte heel goed uit. Echt wel. Hij kletste de bal over het net met wonder en geweld. Kijk maar eens even mee wie Mike is. Daar te verrassen. Een verrassing denk ik, of niet? Ja, best wel. Jij moet het waanzin filmen, Casper. Hey. Hey. Wat? Jenneke heeft haar jeugd doorgebracht in Assen. Ze was verbaasd over alles wat het leven haar te bieden had. Jenneke vermaakte zich prima met haar broers en zus. Ze
leerde ook allemaal dingen om later maar zelfstandig te kunnen worden. Leeftijd van jouw scholen. 5, 4, 3, 2, 1. Met haar oma Gellof had ze altijd wel een bijzondere band. Dit is de plek waar ik Rolenka voor het eerst heb ontmoet. Wij hier achter ons. Dan ben ik zo weer. Oh! Hey, wil jij voorzichtig met mijn richtje doen? Sorry, dat ging erbij, ja. Zo, jongen. Kunnen we kunnen maar in met water over, ja hoor. Ja, water erover. Water, dat, ja. Hier ook. En wie dan nog een keer weer door die kleur met mij te maken? Oh, nou. Jongen, wat doe. Ach, hij was een prachtige redding. Ja, wat, ik zie hem niet eens meer. Oh ja, daar. Maar ik was nog boschat, man. En mis je gaat me nog. Hey, ik ga gewoon gezellig nog even zitten. Ach, kom weer erin. Volleyballen is ook een van haar hobby's. Een passie die ze dus deelt met Mike. Actie. Ja, camera loopt. Sorry, I don't have a role for now to play. And over my heart, I will find my way.
we don't say goodbye. Jannik en Mike, thank you.